Het ministerie van Volksgezondheid wil de samenleving op het hart drukken om bewuster te worden over een gezonde leefstijl. In het kader van de Wereldgezondheidsdag, die jaarlijks op 7 april wordt herdacht, organiseert het ministerie op 14 april een beurs op het terrein van de International Mall Suriname. Er zal aandacht worden besteed aan het thema gezondheid voor iedereen. In het kader van de militaire samenwerking tussen Suriname en Frankrijk is de brigade-generaal Geoffrey de La Rougelière, hoofd internationale samenwerking van de Franse landmacht, voor een kort bezoek in Suriname. Tijdens een bezoek aan de bevelhebber is er onder andere gesproken over de militaire coöperatie tussen de twee landen met een focus op de relatie tussen de landmachten van beide landen. Er is verder afgestemd over mogelijke uitbreiding van deze werkrelatie, zoals trainingen, opleidingen en gezamenlijke projecten. Het ministerie van BISA is afgelopen maandag gestart met informatiesessies voor het Centraal Hoofdstembureau CHS. Het CHS is een belangrijk verkiezingsorgaan dat verantwoordelijk is voor onder andere de registratie van politieke organisaties voor deelname aan de verkiezingen en het vaststellen en bekendmaken van de landelijke verkiezingsuitslag. Voor het ministerie is het belangrijk dat alle verkiezingsactoren genoegzaam zijn geïnformeerd over de verschillende processen en activiteiten.